Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Nou, we zijn weer helemaal gesetteld hoor, hier in Amsterdam. Ibiza voelt ook echt gewoon weer nou ja, als maanden geleden. Het is zo bizar dat als je terugkomt van vakantie en je bent een paar dagen thuis al, dan voelt het zo ver weg. Alsof het zo lang geleden is. Ik begrijp nooit hoe dat werkt. En die maand daar, die vloog ook om. We hebben het wel echt zo waanzinnig gehad. Het was gewoon... een droom. Ik moet er wel heel veel aan denken en ik krijg alleen maar geluksmomentjes als ik dan ja, aan die vakantie denk van hoe bijzonder dat was. Dat iedereen gewoon langskwam en ach, dus ik zit nog helemaal lekker daarover na te genieten. En verder ben ik weer veel aan het werk. Ik moet allemaal campagnes opnemen. Ik heb allemaal leuke samenwerkingen. Dus ik moet dingen voor YouTube doen, voor Insta. Lekker druk dus. En we hebben aankomend weekend het huwelijk van David en Roos, waar ik heel erg veel zin in heb. Dus ik heb allemaal jurkjes besteld en die zijn dus net binnengekomen van ASOS. Ik dacht ik bestel gewoon een hele hoop en dan ga ik hier gewoon een beetje passen en kijken ja, wat ik aan ga doen. Dus ik ga dat even laten zien, want dat vind ik wel leuk. Dit is trouwens die heerlijke kimono die ik vorige vlog liet zien. Die ik in een boutiqueje had gekocht in Leiden. Helemaal leuk dit. Dus die heb ik nu lekker elke ochtend aan. Want het is zo warm 's ochtends al. Dus dit is helemaal zo lekker luchtig dun stofje. Oké, laten we gaan kijken. Want dat is een oude... Ik heb alles al uitgescheurd. Zeg maar uit het plastic. Dus ik hoef het alleen nog maar aan te trekken. Dat is helemaal top. Oké, dit is het eerste jurkje. Ik vind deze echt helemaal te gek. Hij heeft een soort van prinsessenmouwen, zoals je kan zien. En ja, ik vind dit echt een jurkje voor een huwelijk. Kijk hoe mooi die stof is. Het zijn een soort van kanten bloemen die erop zijn. Ik vind het echt helemaal fantastisch. En van achter zit hij zo. Ik kon het niet heel goed laten zien, want... die rits, die heb ik niet dicht kunnen doen. Wout is boven met de kids, dus... Ja, dit is wel echt meteen waarvan ik denk, wauw, misschien is dit hem wel gewoon. Oké, dit is nummer 2. Ook heel leuk. Het is een beetje violet, lila. En ik vind het leuk dat het een beetje een soort corsetachtig is. Met allemaal weerkanten bloemen erop genaaid. En van achter is hij zo. Ik moet deze wel goed naar beneden trekken, merk ik. Want anders wordt hij te kort. Zeg maar, ik ben heel blij met mijn billen. Maar het nadeel ervan is dat als je korte jurkjes wilt dragen, dat die meteen een stuk korter worden. Dus dat is een bijkomstig nadeel. Maar verder zou ik niet klagen. Maar kijk, ik vind wel zeg maar... Ik vind het wel echt super mooi zo. Ik weet niet. Misschien voel ik me dan toch comfortabeler in die hiervoor. Ik ben ook heel benieuwd welke jullie het mooist vinden. Oké, dan hebben we deze. Obviously moet die nog gestampt worden. Maar ik zie al meteen dat dit een nee is. Ik vind het een super leuk jurkje voor op vakantie als je uit eten gaat. Maar ik vind hem gewoon net te bloot. Oké, ik heb hem hier nu niet dicht gedaan. Maar ja, ik vind hem iets te bloot en te kort. En dat ik denk... Nee, ik lijk wel een soort hula hoop showmeisje. De volgende. Nou, ik vind dit ook wel heel erg leuk. Met allemaal een soort van verenachtig erop. En ik vind het ook mooi hoe dit is, zeg maar. Zo'n laag decolleté met van die dunne bandjes. De rug is helemaal open met dunne spaghetti bandjes. Het is eigenlijk een soort van pinojurk. Maar wel helemaal feestelijk voor... een zomers huwelijk. Kijk, hier zie je een beetje het materiaal. Ook wel erg leuk dit. Ja, ik vind dit een heel leuk jurkje. Maar echt gewoon voor op Ibiza als je uit eten gaat met hakken. En niet voor een huwelijk. Want hij is gewoon ja, loeistrak en best wel kort, zoals je kan zien. Oh jeetje, je ziet er gewoon alles doorheen. Nou, doe even rustig. Nee, dit is echt niet gepast voor een huwelijk. Dit kan echt niet. Nee, deze wordt het absoluut niet. Absoluut niet, nee. En weer groen. Nou,
ik realiseer me nu pas hoeveel groene jurkjes ik heb besteld. Ik vind deze ook wel heel classy voor een huwelijk. Heel mooi, omdat hij niet zeg maar zo Louis strak zit. Hij valt een beetje ruim, maar niet te ruim. Mooie details met al dat kant. Jeetje, het wordt wel moeilijk. Ligt er ook wel echt aan welke schoenen erbij. Maar ik vind dit wel ook een hele mooie. Moet je even van dichtbij kijken. Kijk. Ziet er dus helemaal zo uit. Oh, ik kan niet kiezen. Wat moet ik nou doen? Dit is trouwens allemaal niet gesponsord. Als mensen zich dat afvragen. Ik dacht, ik zeg het maar even, hè. Als het wel zo is, dan staat het altijd in de beschrijving onder de video. Nou, lastig. Ik ben even in de tuin. Ach, het is hier lekker, zeg. Niet normaal. Ik ben ook echt een beetje te warm gekleed. Maar ik vond het zo leuk, want ik heb een nieuwe broek van Stieg. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is de nieuwe broek. Met allemaal van die Zodiac tekens erop. Heel vet. Die stuurde Pien naar mij op. Dus dat was helemaal leuk. En dan met dit blouseje eroverheen. Heerlijk. Dat blouseje is trouwens, heb ik al vaker laten zien, van Les Jumelles. Volgens mij hebben ze nu ook een pop-up in Amsterdam. Dat zag ik op Insta voorbij komen. Nou, wij hebben heel goed nieuws. Want het huis waarin we staan is verkocht! Hatsa! Yes! En we kunnen het eindelijk officieel vertellen. Want het duurde was natuurlijk erg duidelijk dat het huis te koop stond. En ja, wij willen liever niets delen als het niet helemaal rond is. De handtekening, noem maar op. En dat is dus nu het geval. Dus eindelijk we kunnen officieel zeggen dat het verkocht is. Ja. Ja. Ook wel gek hoor. Dat gewoon absoluut dit huis niet meer van ons zometeen is. Nee. Het is echt. We wonen hier nog maar een paar weken. Het gaat best wel snel ook, de oplevering. Ja, gaat best wel snel. Na de zomer gaan we uit het huis. En dan gaan de nieuwe bewoners erin. Het is echt wel echt bizar gegaan. Want het hele proces van het huis verkopen, toen zaten wij dus op Ibiza. En eerst dacht ik van, is dat wel een goed idee? Want je moet er toch bij zijn? En toen zei jij, nee joh, freaking chill, zitten we lekker op Ibiza. En dan kunnen hier de bezichtigingen plaatsvinden. Ja. En dat waren er nogal wat, dus ik ben heel blij dat we niet. Ja, dus achteraf was dit zo'n goede beslissing. Want ja, we hadden eigenlijk niet de stress met elke ochtend. Dat je het helemaal netjes moet maken. Dat je met de kinderen weg moet, omdat er allemaal bezichtigingen zijn. Mm-hmm. We hebben eigenlijk gewoon de makelaar ons sleutel gegeven. En die, we hadden natuurlijk van tevoren, toen we naar Ibiza gingen, helemaal strak getrokken. Alle spullen uitgekampt. En dat er gewoon hier, nou ja, geen troep was. En uitgelegd hoe alles werkt. Uitgelegd hoe alles werkte, inderdaad. Ja. En toen kon het feest beginnen. En ja, wij zaten toen letterlijk op het strand in het zwembad. Ja. En ja, kregen we van de makelaar door van hoeveel bezichtigingen er die dag waren. En dan weer de volgende dag. Dus wij zaten echt helemaal met onze telefoon. Ja, natuurlijk mee te leven. Van wat gebeurt er? Ja. Maar het liep dus storm. Er waren heel veel bezichtigingen. Ja. Uiteindelijk ook heel veel biedingen gehad. Wat heel fijn was, want ja, ja, ook als je huis te koop gaat zetten. Het is altijd spannend. Het is altijd spannend, want je bent natuurlijk als de dood dat er geen hond op afkomt. En nou, tuurlijk had ik wel verwacht, kijk, dit is huis, echt een heel mooi huis. Dat niet om heel eerlijk te zijn, maar leuk dat jij dat had. Had jij dat echt? Nee, maar nou ja, ik wist oprecht niet. Je omdat weet het niet. Het is maar nu een gekke periode. Ja, dat wel. Waar we zaten een beetje ook in dat kantelpunt. Ja. Dus ik wist nou niet of er 5 mensen zouden komen of 30 of 40. Ja. Je weet het gewoon niet. Nee. En uiteindelijk was er gewoon heel veel animo. En ja, zijn wij nu niet normaal blij. Nee, ontzettend blij. Kijken, weet je dat? Oh ja. Ja. Sorry, de batterij. Leg even uit waar de lens is. De batterij die viel even uit. Nee, ik wil nog iets toevoegen. We hebben namelijk ons huis natuurlijk verkocht voordat we iets hadden gekocht. We hebben dus nog niks. We hadden nog niks nieuws. En dat is natuurlijk best wel een risico. We hebben natuurlijk jonge kinderen. Je wilt natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. Maar ik heb jou denk ik een beetje gepusht. Ja, want normaal dan gaan mensen eerst hun huis kopen en dan verkopen. Ja, en waar ga je heen? Dit grappige trucje hebben we dus ook al in Leiden gedaan. Ja. En dat was best wel spannend, want je verkoopt je huis en je hebt nog niks. En je gaat niks daarna zoeken in Amsterdam. Nou, succes. Dus ik zei tegen Wout, 1 ding wil ik niet doen. En dat is eerst ons huis verkopen en dat we dan niks hebben. Ja. Nou. Nou, wat gingen we doen? Toch weer eerst verkopen, want ik voelde gewoon, ik wil het nu verkopen, anders gaan we het gewoon weer niet doen.
Ja. Dan zijn we weer 2, 3, 4 jaar verder. En ik weet dat we hier pas 1,5 jaar wonen. Maar we hebben zo vaak onze dromen en wensen uitgesproken. Dat ik dacht, weet je wat? Je leeft maar 1 keer. Let's do it. Ja, dat is ook waar. We zetten het gewoon te koop. Het is een prachtig huis. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Dat is ook eigenlijk niet de reden dat ik hier weg wil. Want ik vind het huis geweldig. Ja. Maar ik wil gewoon die nieuwe dromen. Nu met jonge kinderen kan het nu nog. We kunnen nu nog gewoon eigenlijk heen waar we heen willen. Ja. En je hoeft ze niet van school te halen of bij hun vriendjes weg te halen. Dus dit is wel het moment om dit soort grote keuzes nog even te maken. Zonder grote consequenties eigenlijk voor de kinderen. Ja. Dus ik dacht, zet het gewoon te koop en dan komt er daarna wel iets. En waar dat is, heel eerlijk, toen we dit te koop zetten en naar Ibiza vlogen, hadden wij geen idee. En we dachten ook van, ja, we zien het allemaal wel. Het komt heus alles wel zijn, ja. Toch? Op dat moment hadden we alle opties open. Ja. We hadden een paar wensen, een paar dromen, die hebben we gewoon met elkaar uitgesproken. En zeiden we gewoon, oké, we gaan eerst verkopen. Dat is al best wel stressvol. En we zien het daarna wel. Ja. Daarna weet je natuurlijk ook van, oké, we hebben het voor zoveel verkocht. Wat kunnen we dan nu gaan doen? Ja. Dat is wel chill, dat je gewoon precies weet wat je hebt daarna. Wat je kan waar je aan spenderen. Ja, dat is ook heel voor fijn. Voor je volgende huis. Zeker. En het leuke is, je ziet onze glimlach, we hebben iets gekocht. Ja. Maar. Dat wisten jullie denk ik ook al. Ja, dat is ja. Maar wat ik heb het vorige vlog al uitgelegd dat er natuurlijk heel veel formaliteiten zijn waar je altijd op moet wachten. Nogal. En nu moeten we letterlijk, dit kan ik gewoon open zeggen, op de financiering wachten. Ja, wachten dus op de bank. Zodra we daar gewoon dat de hypotheek rond is, dan kunnen we alles in geuren en kleuren gaan vertellen. Maar we vinden het allebei gewoon... We zijn zo dichtbij. Ja, ik verwacht dat we komende week... Volgende vlog. Volgende week 100%. Dat is ons ook echt gegarandeerd. Weten we het zeker. Waarschijnlijk begin deze week, dus begin komende week, krijgen we het belletje of het wel of niet gelukt is. Zodra we dat weten, echt waar, dan gaan alle remmen los. Dan kunnen we het hele verhaal vertellen, want het is me nogal een verhaal. Maar het begon dus bij het verkopen van ons huis. Ja. Zonder enig plan. Zonder enige optie. Ja. Nou, eigenlijk met heel veel opties. We hadden echt ziek veel opties. Gewoon. En toen dachten we, oké, verkopen en er komt iets vets. Ja. En dat is ook gebeurd, maar dat horen jullie volgende week. Zo, ik moet een beetje zachtjes zijn. Jongens, die slapen nog. Maar het is wel echt zo'n gekke gedachte dat, ja, dat we gewoon weggaan hier. We hebben uiteindelijk hier ook best wel kort gezeten. Dik een jaar, een kleine 1,5 jaar. Nou, niet eens. Niet eens 1,5 jaar. En wat Wout net ook vertelde, dat is gewoon iets waar wij ook heel erg van houden. Om onszelf uit onze comfortzone te halen en gewoon het avontuur aan te gaan. Dat is natuurlijk best wel een risico, vooral ook met kinderen, om gewoon maar je huis te koop te gaan zetten. En van, je ziet het allemaal wel. Maar ja, daar gaan wij wel heel erg goed op. En ik merk altijd in het leven, ook toen ik naar New York vertrok en toen ik weer een baan opzij. Elke keer als je dus gewoon toch doet wat je intuïtie je vertelt en dat je eigenlijk stiekem andere dromen hebt. Je moet daarin gewoon altijd je gevoel volgen, want je merkt dus ook als je dan die knoop doorhakt en ervoor gaat, dan komen er opeens allemaal mogelijkheden op je pad. Allemaal deuren worden geopend waarvan je niet eens wist dat die bestonden. En dat is dus nu ook gebeurd met de beslissing om dit huis te verkopen. Want opeens was dit verkocht en dat telefoontje kregen we op Ibiza natuurlijk, dat het was verkocht. Want toen was ook waren alle biedingen binnengekomen, dus toen wisten we het al. Alleen nu is het echt zeg maar helemaal officieel. Maar ja, alles lag gewoon open. We konden alles doen wat we wilden, want het was verkocht. En opeens ga je dan ook alles vanaf een andere invalshoek bekijken. En krijg je helemaal een soort nieuwe energie, een nieuwe inspiratie. En dat was exact wat wij nodig hadden om tot die volgende stap te komen. Dus dat vind ik wel heel tof om te zien dat het gewoon... Ja, wederom hebben we ons weer gewaagd samen in dit avontuur. En komt het allemaal goed en zelfs nog beter. En ik vind het ook zo te gek om jullie hier mee te nemen. En ja, jullie gaan volgende vlog alles... horen. Ik ga er even verder met het leven. Zo, de jongens die kijken even Boomba, want dan kan ik koken. Ik ga het gewoon heel simpel houden. Zoete aardappel in de stomer. En dan heb ik nog broccoli burger, appelmoes en doperwtjes. Ik heb even geen zin om
uitgebreid te koken. En ik denk dat Wout en ik vanavond lekker gaan bestellen. Dus doe ik het even apart. Het is zo warm. Ik heb even wat anders aangetrokken. Ik had dat lange mouwen ding aan. Nou, het is opeens vanochtend was het echt helemaal niet warm. En nu lijkt het gewoon wel weer 30 graden. En ik zag dus dat volgende week het 6... Nou, ik moet er helemaal van spugen. Wat goor, sorry. Maar ik zag dat het volgende week 36 graden wordt. En nu eerst even lekker kokkeren. Kokkeren. Nou, het eten is klaar. Ik heb voor de vorm ook maar even wat opgeschept. Anders vind ik het zo ongezellig dat ze dan alleen eten. En dan als Wout terugkomt, gaan wij iets lekkers bestellen. Jongens, we gaan eten. We gaan even Boomba uitdoen. Want ik had al gezegd, nog eentje. En dit was al één extra, hè? Dag, Boomba. Dag, Boomba. Kom, zullen we gaan eten? Nee. Kom maar, jongens. Ik heb appelmoes. Ik heb appelmoes. Wil je geen appelmoes? Kom maar, jongens. Moet ik je helpen? Ja, ik heb appelmoes, doperwtjes. Nee. Aardappel. Deze mijne. Die is zonder appelmoes. Die heeft geen appelmoes, schatje. Zie je, die is van mama. En mag mama het dan opeten? Nee. Ja. Oké. Okay. Nee, mama. Nee, ja. Je stoel klimmen? Ja. Maar ze wilde net op mijn schoot. Mijn schoot. Ja, je burger gaat helemaal in je mond en dan ga je bijten en kauwen en dan ga je doorslikken en dan zit de burger in je buik. Dat is een aardappel. Zo lekker. Aardappel. Hij is niet lekker, aardappel. Je kan niet. Yoghurt met druiven en ananas. Ja! Ja! Yay! Yay! Luca ook. Nou, het eten ging er niet helemaal in, maar... Miss Abby! Oké. Overal wel hapjes van genomen. Miss Abby! Nee, mama heeft geen aardbei, liefjes. Nou, dit wordt net bezorgd. Zo leuk. Van Le Olive en C. Gefeliciteerd met jullie verloving. En kijk wat erin zit. Zo leuk. Bol, Luca, niet doen. Even, laat Wolf even met rust. Wolf is een beetje ziek. Kom op. Laat je Wolf even. Een ochtendjasje met Bride to Be. Hoe geweldig. En voor Wout ook helemaal lekker. Een fluffy ochtendjas. Zo leuk. Echt lief. Zo, de kindjes zijn naar bed. Dus ik ben even hier de boel aan het glad strijken. Want het was me nogal een ravage. Ravage. Oh. Zo. Waar ik dus wel heel erg blij om ben, is dat Wolf en Luca gewoon altijd willen slapen.
En ik heb geen idee of dat met de leeftijd te maken heeft en dat het allemaal nog gaat veranderen. Waarschijnlijk wel. Maar ja, eigenlijk altijd als ik zeg kom, we gaan naar bed, dan gaan ze mee naar bed zonder tegenstribbelingen. En ze vinden het eigenlijk altijd wel prima om te gaan slapen. Ze gaan ook echt nooit meer bijvoorbeeld ons heet roepen of dat ze dan niet willen slapen of zo. Het gaat eigenlijk altijd vlekkeloos. En ik ben daar heel erg blij om, want we hebben natuurlijk gewoon de eerste, ja, wat is het? Vooral anderhalf jaar is het echt heel heftig om een tweeling te hebben. Omdat ze dan natuurlijk gewoon tegelijk baby zijn, heet om de beurt wakker worden, huilen. Dus je bent gewoon, ik denk dat Wout en ik zo weinig hebben geslapen dat eerste jaar. Omdat er altijd wel een van de twee, ja, iets nodig had van ons of aan het huilen was. Dus ik ben nu zo blij en ik besef me dat ook de hele tijd. Ik durf het eigenlijk bijna niet uit te spreken. Dat ondanks dat ze altijd rond 6 uur wakker zijn, dat heb ik nu een soort van maar voor lief genomen. Dat is gewoon het tijdstip. Gaan ze dus altijd gewoon vet lief slapen en trekken ze die hele nacht door. Af en toe even een nachtmerrietje dat je even weet je moet aaien en een speentje erin moet doen en even gerust moet stellen. Maar het is echt nooit meer dat ze de hele nacht om de beurt, weet je, allemaal dan niet kunnen slapen of huilen of bij ons in bed willen. Daar hebben we eigenlijk nu best wel een tijd geen last van. Afkloppen. Ik hoop echt niet, nu ik dit allemaal heb gezegd, dat het dus, dan zal je zien dat het vannacht gewoon een terrornacht wordt. Maar ja, daar, ik besef me gewoon de hele tijd van, oh, dit is zo chill. Babyfoon aan. En ik plof nu lekker op de bank. Ik heb geen zin om al het speelgoed op te ruimen, want ik denk, ja, kom wel een andere keer. Vanavond even niet, terwijl normaal doe ik dat best wel. Toch wel, omdat ik dan fijn vind dat je een soort van leeg hoofd ook hebt. Als het huis helemaal opgeruimd is. Maar jongens, ik ga heerlijk op de bank tv kijken. En ik wacht even met het geweldige programma. Wij waren natuurlijk helemaal verslaafd aan Kopen Zonder Kijken, Wout en ik. En we hebben nu dus ontdekt dat er ook een Kopen Zonder Kijken België is. En dat heet Blind Gekocht. Kan je kijken op Videoland. Fantastisch. Echt, ja, ik vind het helemaal geweldig. Omdat ze helemaal, het is heel persoonlijk. Dus je ziet heel erg het verhaal wat achter die mensen schuilt. En hun beweegredenen en de emoties. En het gaat veel minder, tuurlijk gaat het ook om het huis. Maar in Nederland is het helemaal zo super gelikt. Een heel strak formatje. Elke aflevering lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. Het zijn altijd starters die een jaren 30 woning zoeken. En dan hebben jullie nog extra geld. Ja, hier hebben we weer 20k voor Bob. Om het nog mooier te maken. Nou, dat is natuurlijk elke aflevering zo. Ik vind dat ook geweldig. Maar België, dat is dus helemaal allemaal verschillende verhalen. Dus één Marokkaanse familie. Dan weer een alleenstaande moeder. Waarbij haar huis was afgebrand met haar zoontje. Een heel erg schrijnend verhaal. Die nog allebei leven en dus een nieuw huis dan krijgen. En weer een lesbisch stel. Ja, ik vind het echt gewoon genieten. En ik zal je ook toegeven, ja, ik ben zo'n ongelooflijk emotioneel weekdier. Sinds ik moeder ben, dat heb ik al vaker aan jullie verteld. Maar ik heb gewoon elke aflevering ben ik gewoon helemaal aan het huilen. Omdat ik zo meeleef met die mensen. Dus ik zit hier dan helemaal te snikken op de bank. En Wout kijkt dan echt zo naar mij aan van, gaat ze weer? Ja, ze gaat weer. En die zei, ja, af en toe heb ik het ook wel zwaar hoor. Af en toe was het ook wel een heel pittig verhaal. Maar goed, long story short, echt een aanrader. Ik vind het zo ontzettend leuk. Dus ik kan niet wachten totdat Wout thuis komt en dat we dit heerlijk samen gaan kijken. Ik denk dat het hier elk moment is, want hij ging lesgeven bij Velo, dus volgens mij is hier nu binnen nu een half uurtje. Ik ben Kardashians aan het kijken. We hebben net spaghetteria heb ik besteld. Wout komt net thuis. Oh, lekker eten en hangen. Wat zeg je? Ga je
Nee, we gaan natuurlijk blind gekocht kijken. Ja. Ja. Dat dan weer wel. Helemaal leuk. Nou, je eten is er. Van mijn nieuwe badjas. Ja, enig. Chantal, ik heb bedankt. Top. Dat heb ik van Chantal gekregen. Ja. Leuk, hè? Heel leuk. Zou jij ook eens moeten doen? Mij een badjas geven. Oh ja, dat had ik nog steeds op de planning. Precies, ja, zeg ik het. Ik krijg al 3 jaar lang een badjas van jou. Van wie krijg ik hem? Van Chantal Jansen. Nou ja. Ook leuk, natuurlijk. Ook lachen. Ja. Ja. Yay! Blind gekocht! Yay! Ja. Zin in. Spannend. Ik wil gewoon zo rap mogelijk. Heerlijk! Ik heb hier dus de hele dag naar uitgekeken. Goedemorgen, het is nu 6:50. Om 6:15 werd Luca wakker. 6:30 Wolf. En toen ben ik lekker in het bed, grote bed, in Luca's kamer gaan liggen met z'n drietjes. En Wolf die gaf aan dat hij nog wilde doorslapen. Dus die heb ik nu laten liggen in het grote bed. En ga ik even pap maken voor Loekie met abrikozen. Dat vindt hij zo lekker. Dus dat ga ik even doen. En een koffietje voor de mens zelf. Zo, een lekker papje met abrikozen. Dat is lekker. Lekker hè, schatje. Pap met abrikozen. Was hij gevallen? Nee. Ga je zelf roeren, liefje? Ja. Goed zo. Hoos. Heel goed. Kijk met je handen. Ja. Kijk goed roeren. Heel knap van jou. Gaat hij huilen? Ja. Oh, kijken. Hij is heel blij. Oh, hij is wel blij. Hij gaat koken, hè? Mama gaat even douchen, oké? Kijk, alles spinnen. Het is een stuk. Ja. Eet je lekker je banaantje op nog? Of moet ik hem vasthouden? Ander ook? Oké. Lekker banaan uitsmeren op mijn deken. Ik ben me even aan het opmaken, zoals je kan zien. En wat ik ook net binnen heb gekregen, op de achtergrond hoor je Donald Duck. Of Boomba, ik weet niet wat er nu aan staat. Mag ik ook kijken? Ja, kijk eens wat ik heb gekregen. Dit kreeg mama opgestuurd. Fugazi, Santa Monica. Dit is een parfum in samenwerking met Monica Geuze. Dus ik ben benieuwd, ik kreeg hem opgestuurd. Wout heeft er ook een gekregen. Laten we het even gaan ruiken. Zo. Oh, het flesje is echt heel mooi. Gewoon zo heel mooi simpel. Nog op de dop staat er ook Fugazi. Ik vind die beelden, die billboards van haar ook echt zo mooi. Die hele campagne. Die je natuurlijk overal ziet door de stad en zo. Oh. Lekker. Even. Waar is papa? Papa is boven. Die is even aan het werk voor Velo. Heel lekker deze. Hij is unisex, vandaar dat Wout hem ook heeft gekregen. Wat wil je, een cookie? Heb ik niet, schatje. Moet ik kopen. Hé, waar is je auto? Je heeft je auto, Luca. Ga je vallen over het boek? Uh-oh. Geef maar aan mij, lieverd. Gaat mama hem maken. Ik kan hem maken. Hij is dus kapot. Jij vraagt al een uur om een cookie. Volgens mij heb je gewoon honger. Zullen we even boterhammen gaan eten? Lekker eitje maken? Nee. Met avocado? Nee. Echt niet? Ja, oh, heerlijk. Nu die langer... Ja, auto hier. Altijd hoe langer je iets op hebt, hoe lekkerder het wordt. Is je witte auto daar? Heerlijk zo'n tuin, hè? Lekker, hè? Oh, is die van Wolf? Ja. Oké. We gaan hem uitdoen, Wolly, want we gaan naar boven. Zeg maar dag, Peppa Pig. Doe je hem uit zelf? Goed zo, lieverd. Joejoe. Wij zitten even in de auto, in de filet.
een nieuwe camera. Want we moeten ergens naartoe. Want een unit. Ja, dat is die Sony. Jezus, ik kreeg zo'n lens in mijn giegel. Ja. Ik schrik gewoon helemaal. Heel mooi. Normaal gezien vind ik het altijd gewoon, ja. Nee, ik wissel altijd af tussen die camera's. Deel van ons leven, maar dit is wel heftig. Nee, ik wissel af. Maar wat ik wilde zeggen, we hadden laatst wat stories gemaakt in de auto. En toen massaal, letterlijk, op onze DM's, op Insta. Is de Jeep weg? Waar is de Jeep? Mensen helemaal in paniek. Want we waren natuurlijk ongelooflijk blij met die Jeep. Dat is onze droomauto. Echt een betere auto dan dat. Een mooiere auto dan dat is er gewoon niet. En het liefst reden we nog steeds in die Jeep. Kan je wel wat zien door mijn arm? Nou, dit is even een spannend momentje. Sorry, ik zit helemaal ingesloten door andere vrachtwagens. Maar we hebben inderdaad de Jeep weggedaan. Sorry, ik moest even invoegen. Even focussen. En dat hebben we gedaan omdat die niet veilig bleek te zijn voor kinderen. Je kan natuurlijk gewoon in principe alle deuren eruit halen. Je kan hem helemaal uitkleden. Dat hij echt als een soort buggy jeep in de natuur, in de safari kan. Cabriootje. Dus je kan je voorstellen dat die deurtjes, ja, dat is allemaal niks. Dus als je daar een ongeluk mee krijgt, nou ja, dan is het gewoon klaar. Terwijl er zitten geen airbags in achter. Er zitten geen nergens airbags. En als je dus, of voor dan wel. Maar als je frontaal een botsing zou krijgen, dan is een kleine kans dat je helemaal in de kreukels ligt. Omdat het gewoon een soort tank is. Maar zijkant en zo. En toen ik dat dus hoorde, dat hij dus maar één ster had qua veiligheid van de 5 sterren. Met mijn lieve kindjes achterin. Volgens mij zelfs een halve ster. Of een halve ster. En we rijden toch wel zeg maar één keer in de 2 weken met de kindjes naar Leiden, naar opa en oma. Dacht ik, nee, dit wil ik niet. Ik wil gewoon een andere auto. Dus vandaar dat we nu deze Volvo hebben. Echt de meest family auto. Er moet eigenlijk nog een Labrador in de achterbak. Weet je ook welke auto wij hebben? Welke? Ja, welke? Nee. We hebben een Volvo, maar je hebt geen idee. Een Volvo, ja. Is het een hatchback, een sedan, een station? Ja, weet je, die auto, het interesseert mij niet. Dus je hebt geen idee, hè? Nee. Okay, we hebben een station en het is een XC90. Nee, sorry, XC70 zegt ze af gewoon een keer. XC70. Ja. Cross Country. Wist je dat ook niet? Cross Country, dus de hoge family car van Volvo. Oh ja. Maar ik zei net XC90, dat is eigenlijk mijn stiekem volgende droom. Want dat is dus een hoge, Jeep-achtige Volvo. Die wil jij dus? Ja, die vind ik echt heel dik. Okay. De mannen die nu kijken. Ho, niet zo generaliseren, Wout. De vrouwen en mannen die nu kijken. Die weten welke auto dat is. Die denken wel, oh ja, de XC90 van Volvo, dat is wel een hele mooie auto. Moeten we even doorsparen. Voor mij is dit... Die is niet gratis. Abracadabra. Abracadabra, ja. Jij zegt gewoon auto. Ja, en in wat voor auto ik rijd, ja, dat vind ik dus echt niet zo belangrijk. Maar ik begrijp wel dat jij het gewoon wel belangrijk vindt. En het gewoon heel leuk vindt. Ik word er blij om van. In een leuke auto te rijden. Ja. Zo, ik ben weer thuis. Wij zijn weer thuis. Ondertussen ben ik ook gewoon elke keer, als ik even tijd over heb, probeer ik al een beetje effectief te denken. Als ik iets tegenkom van, heb ik dit echt nodig of mag het weg? Om dat dan alvast op een stapel te doen, wat ik dus of weggeef aan vriendinnen, aan familie, aan de schoonmakers. Of dat ik het echt op een, gewoon echt letterlijk weggooi. Dan denk ik, ja, dan is het veel minder stressvol over een paar maanden. Als we dan gaan verhuizen om dan alles, weet je wel, in 1 week te proppen. Of 2 weken. Dus ik ben lekker bezig, ja. Ik ga even een lekkere persik eten. Of nectarine. Nee, nectarine is dit. Ik ben helemaal verslaafd aan persiken en nectarines. Dat heb ik helemaal op Ibiza weer helemaal ontdekt. Iemand heeft weer mijn telefoon ontdekt. Heb je een boot? De boot is nou bootvaren. Wat leuk! Ga je erin zitten? Mama, ben jij zo'n boot? Ja, mooi. Cool. Mama, kom met je boot. Moet ik er ook even op zitten? Nee. Zie de boot. De boot. Zo? Op de boot. Samen op de boot. Ga je liggen? Lekker.
Dat is lekker. Mama. Ja? Niet zitten op de boot. Ik ga zitten, want als ik ga liggen, dan val ik van de boot af. Kijk. En wat is dit nou, een been? Niet gooien op mama. Ik ging even naar kantoor en toen lag er onder andere dit pakketje van Hunkemuller. Hebben ze mij opgestuurd. Ik heb al een beetje gepiekt. Gefeliciteerd met de verloving. Zo leuk. Kijk even hoe fantastisch. Allemaal setjes voor de wedding en de huwelijksnacht. Oh, kijk even hoe vet. Prachtig dit. Dit hier hou ik van. Kant. Ik ben zo gek op kant als het gaat om lingerie. Deze. Jeetje, wat hebben ze veel gestuurd. Oh my god, deze is ook fantastisch. Oh my god. Dit is geweldig. Nou, ik weet wel nog iemand die hier blij mee gaat zijn. Zo, ik lig even heerlijk op het balkon. Wat een feestje dit. Oh. Sinds ik moeder ben, kan ik echt letterlijk overal spontaan een dutje doen. Het is echt zo. Ik zou echt overal even zo lekker een siestaatje kunnen houden. Misschien ga ik dat ook wel doen zo. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten. En dankjewel voor jullie geduld. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie volgende vlog met de big reveal.